Dat de Olympische Spelen al heel lang bestaan, dat wist je waarschijnlijk al. Het is ooit begonnen als sportwedstrijd van de oude Grieken in de stad Olympia. Daar komt dan ook de naam vandaan. De Spelen zoals wij die kennen werden voor het eerst in 1896 gehouden. 126 jaar geleden dus. Er waren toen 9 sporten, onder andere turnen, wielrennen en deze man won de marathon. Er waren toen nog geen aparte winterspelen, al was er tijdens de 4e Spelen wel al een wedstrijd kunstschaatsen. Later stonden er steeds vaker wintersporten op het programma. De bazen van de Olympische Spelen vonden dat het tijd was dat daar een apart toernooi voor kwam. De Winterspelen. Dit zijn beelden van de eerste editie in 1924. Er deden onder andere sporters mee aan ijshockey, bobsleeën, schaatsen, langlaufen en schansspringen. Er deden geen Nederlanders mee. Dat gebeurde pas 4 jaar later. De eerste Nederlandse winterspelenmedaille liet nog even op zich wachten. Die werd pas in 1952 gewonnen. En zijn één sprint besliste alles. Kees Broekman won toen zilver op de 5 kilometer en de 10 kilometer schaatsen. Na de grote Andersen is hij dus de beste lange afstandsrijder ter wereld. Schaatsen is nog altijd dé sport waarin Nederland veel medailles wint. Maar er is meer. De 42 Nederlandse sporters die dit jaar meedoen, komen uit op een record aantal sporten. 7 in totaal. Zoals snowboarden, skeleton en skiën.